Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met Mijn kanaal. En vandaag gaan we weer intelligente superklei van iClay. En dit is Metallic Blue. En die jongen die ziet er erg slim uit. Dat komt natuurlijk door de intelligente klei. Vandaag dus een blauwe kleur. En ik zal hem eens even uit de verpakking halen. De eigenschappen van intelligente klei, die kennen jullie natuurlijk allang. Die kan stuiteren en je kunt hem, hij vervormt nogal. Je kunt hem dus scheuren en je kunt hem uitrekken zoals kauwgom. Dat gaan we natuurlijk testen of dat waar is. En dit is dan de klei waar het over gaat vandaag. En dat is een mooie blauwe kleur. Het zit weer in zo'n zakje, dat is altijd, bij die iClay. Zo. Dit is de klei. Het ziet er heel cool uit en ook heel mooi. En wow, kijk. Het is een heel cool effect. Hier, hij glanst heel erg. Dat hoort natuurlijk ook. Ze hadden beloofd dat het een metallic kleur zou zijn. En dit is toch wel een van de mooiste blauwe kleuren die ik heb gezien tot nu toe bij intelligente klei. En wat opvalt is dat hij een beetje plakt, maar het is hier een beetje warm in de studio en het kan daar misschien ook wel aan liggen. Ik weet het niet. Toch kun je hem wel gewoon heel goed vormen. Je kunt er een bolletje van maken. Hij stuit het een beetje, nu niet zo heel erg goed. Komt misschien omdat hij dus een klein beetje zacht is. Maar toch is dit wel een hele mooie kleur. Ik vind hem echt heel erg goed. Wat vinden jullie ervan? Laat dat dan maar weten in de reacties, als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Ik vind het echt cool. Dan kunnen we nu die eigenschappen even testen nog. Je kunt hem dus zo uitrekken. En eens kijken of we hem kunnen scheuren. Ja, dat lukt. Heel coole klei van iClay, daar hebben we inmiddels al heel wat van laten zien. Dit is dus een nieuwe voor onze collectie, de Metallic Blue. Wat vinden jullie van deze klei? Laat dat maar weten in de reacties. Ik vind hem in ieder geval hartstikke mooi. Als jullie het leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog voor de video. En als je het niet leuk vond, duim naar beneden, dat kan natuurlijk ook. En abonneer je op het kanaal. En dan zien we elkaar de volgende keer weer bij de volgende video. Wat kunnen we nog meer laten zien van intelligente klei? We kunnen natuurlijk iets mixen of zo. Wat voor ideeën hebben jullie nog? Laat dat maar weten en dan zien we elkaar de volgende keer.